20 jaar geleden gemaakt. En nu komt hij weer tevoorschijn. En nu kijk ik er eigenlijk vol verwondering naar. Ja. Afgekeurd betonijzer uit oud ijzerbak. Willekeurige stukken bij elkaar verzameld. Provisorisch in elkaar gelast. Daklijn. Van de Zuiderkerk uit Enkhuizen. Dat hele dak werd toen gerenoveerd. Ik heb al een aantal van die leien opgehaald. Allemaal uitgehakt. Op maat gehakt. Deze ook allemaal met een monjeetang allemaal in vorm geknipt. Allemaal erin geslagen dat het vast zit. Nou, ik ben eigenlijk rete trots op wat ik hier gemaakt heb. En ik had dat vroeger niet durven zeggen. Dan dacht ik, het is kunstzinnig niet verantwoord. Het is te klein of te groot of te roestig. Of te onprofessioneel in elkaar gezet. Ja, en nu kan ik zeggen, fantastisch. Fantastisch dat ik het gemaakt heb. En het mooie aan dit ding is dat ik er ook niet over nagedacht heb. Ik ben maar gewoon begonnen met lassen en met stapelen. Ja, het ontroert me dat hij nu na 20 jaar tevoorschijn komt. En ik kijk ernaar en denk, zo John, wow. Ik ben eigenlijk verwonderd over wat ik heb gemaakt. Ja, of dat dan ego is, of kijk mij zo goed ik ben. Daar gaat het volgens mij niet om. Het gaat erom, als ik content ben met mezelf, en kan ja zeggen tegen wie ik ben en wat ik doe, zonder oordelen. Nou, welziende oordelen, hè, of alle ideeën erover, ik zie ze wel, maar gewoon, ze hechten niet vast. Ik ben gewoon rete blij dat ik dit ding gemaakt heb en dat ik hem nog heb. Meestal heb ik al weggegooid of weggedaan. Hier aan de achterkant is, nou, het is ook allemaal zaad tussen gewaaid. Hier aan de achterkant is het zaad van een berk gewaaid en die is toch nog een beetje gaan groeien. Ik denk dat hij inmiddels dood is, dat vochttekort, maar het is toch fantastisch. Waar het om gaat, dat ik een onvoorwaardelijk ja kan zeggen. Een ja met hoofdletters. Tegen datgene wat ik doe. Los van wat ik ervan vind, wat anderen ervan vinden. Dat geeft een soort bevrijding. Dat geeft een soort natuurlijk bewegen. Dat haalt de angst mee. Oh, zal ik beginnen met lassen? Of zal het toch niets worden? Ja, dat is dus een soort flow. Gewoon beginnen. Ja. En nu denk ik ook, hè, die opening, volgens mij klopt het. En hier die bovenkant, die inkijk vanaf de bovenkant. Ja, volgens mij klopt het helemaal. Ja, misschien had ik het... Het lijkt wel of je op de tekentafel is getekend, dat het gewoon precies klopt. Zoals ik denk dat het klopt. Ja, ik vind het fantastisch. En kan ik dit bouwen, dit bouwsel, dit ding, dit object, kan ik dat ook gebruiken in andere vlakken van mijn leven? Communicatie met mijn partner. Functioneren in een werkzetting. Voedingspatroon. Ideeën over de buurman. Kan ik daar ook zonder vooropgezet plan vanuit een beschikbaarheid die dingen aangaan?
En dan zie ik dat er geen conflict meer is, er is geen frictie meer. Het vloeit gewoon. En het kan wel zijn dat ik soms domme dingen zeg, of denk of doe, maar daar zeg ik gewoon sorry voor. Het hecht niet meer aan. Ja, ik ben verwonderd. Wat ik op taps doe. Nou, deze gaat in ieder geval na 20 jaar in een hoek te hebben gestaan in de tuin, gaat deze weer een ereplaats krijgen. In het licht. Ja. Waarschijnlijk komt die op een sokkel. Ik zie het voor me dat er een 30, 40 centimeter sokkel, betonnen sokkel onderkomt. En dat die vol in de aandacht komt te staan. Ja. Want er is niks mis mee om tegen mezelf te zeggen, John, dat heb je goed gedaan. Of John, dat ziet er redelijk content uit. Er is niks mis mee. Ik hoef het niet helemaal gaan uit te dragen. Dan denk ik dat ik heilig ben en dat ik God ben. Maar het voelt gewoon goed, hè, om te zeggen, ja, ik heb dit gedaan. Dat voelt goed. Ik ben daar trots op.